ja, kijk om je heen. Het is gezellig druk. Ja, het loopt goed. Ik denk dat het toerisme van het eiland zich goed ontwikkelt. Hè. In die zin van, nou, we zijn bezig om toch wat meer een kwaliteitstoerist binnen te halen. En wat minder, zeg maar, alleen maar grote aantallen binnen te halen. Blijft natuurlijk moeilijk. Het is ook iets niet wat je in een paar weken tijd kunt realiseren. Dat is een lange termijn verhaal. Maar ik zie wel een tendens van resorts die zich ontwikkelen, die wat hoger in het segment zitten. Mensen die echt heel bewust voor Bonaire kiezen. En ook in de cruistourisme zie ik eigenlijk wel een verandering gaande in de afgelopen jaren. Van zoveel mogelijk boten met zoveel mogelijk gasten naar iets minder boten. Soms ook nog wel hele grote boten. Maar ook met gasten erop die kiezen voor Bonaire, die ook weten waar ze zijn en het product Bonaire weten te waarderen. En dat is denk ik een hele belangrijke ontwikkeling voor het eiland. Dat de toeristen die we krijgen, dat die ook weten waar ze zijn, dat die ook voor Bonaire kiezen en bereid zijn om het product Bonaire te waarderen, de waardering te geven die het waard is. Ik denk echt dat we een heel mooi toeristisch product hebben. Ik reis de hele wereld over en iedere keer denk ik van, we doen het eigenlijk hartstikke goed door Bonaire. We hebben gewoon een heel mooi product en daar moeten we zuinig op zijn. Dat is absoluut iets waar Captain Don eigenlijk ook al mee bezig was. Hè, van laten we niet ons product weggooien, laten we het rif beschermen. Ik denk dat we het hele eiland moeten beschermen. Niet alleen het rif beschermen, maar ook de cultuur, de identiteit van het eiland beschermen. Zodat we dat waardevolle product dat we hebben ook over 10, over 15, over 20 jaar nog steeds hebben. Ik wil toch even verder gaan. Rincon, u woont in Rincon. Rincon met toerisme, hoe zie je dit? Ja, Rincon begint steeds een belangrijke rol te spelen in het toerisme. Rincon is natuurlijk toch een beetje het hart van het cultuur van het eiland. Hier zijn nog heel veel tradities levend. Hier wonen heel weinig mensen van niet van het eiland. Ik ben een van de weinige import Rinconeros, maar wel 100% Rinconero. De cultuur en de historie is hier nog heel erg bewaard. En je ziet dat die toerist die dat waardeert, die komt daar ook voor. En die vindt het ook leuk om dat te zien en te ervaren. Ik denk in alle bescheidenheid dat de Cadouche Distillerie daar een belangrijke rol in gespeeld heeft. Mensen komen nu voor de distillerij naar Rincon. En wij vertellen ze dat er nog veel meer te zien is in Rincon. Dat er nog veel meer te beleven is. Wij doen bijvoorbeeld expres geen eten. Want we hebben een paar leuke etenrestaurants hier in het dorp. Dus als mensen bij ons vragen om eten, sturen we ze naar de lokale restaurants. En op die manier krijg je een hele belangrijke spin-off naar het dorp. En ik denk dat we dat in de toekomst nog verder kunnen ontwikkelen in Rincon.